Mijn naam is Shirin, ik ben 24 jaar. Ik ben Libanees van afkomst. Ik woon al, denk ik, 13 jaar in België. En mijn passie / obsessie is koken. Voor de Week van de Smaak ga ik een stoofpotje maken met prinsessenbonen, met stoofvlees in een tomatensausje en een beetje rijst. Of je kan het vervangen met aardappelen. Dat gaan we vanavond eten. En voor de kruiden heb ik hier 1 eetlepel kaneel, 1 eetlepel 7 kruidenmengelingen, zout en kippenbouillon. En dat gaan we er nu allemaal bij voegen. Ik werk vooral eigenlijk met overschotjes. Bijvoorbeeld een gebraden kip van gisteren, kun je zo lekker een slaatje mee maken. Of ook gewoon kipcurry voor tussen de boterham. Dus eigenlijk met restjes koken is eigenlijk het beste wat je kunt doen en het goedkoopste. En ik vind wegsmijten echt een van de ergste dingen. Dus ik probeer alles opnieuw te gebruiken en we proberen gewoon er gebruik van te maken. En nu gaan we de boontjes erbij doen die gisteren waren gekookt. Koriander en peterselie wordt heel veel gebruikt in de Libanese keuken. En hieraan zal ik een beetje gebruiken in het gerecht, maar ook op het laatste als versiering. Nog tot 23 november is het Week van de Smaak. Met als titel De Duurzame Verbeelding draait het dit jaar rond duurzame voeding. Surf naar antwerpen.be voor nog meer smakelijke kooktips.